Bocht uit, 50 meter. En daar gaan ze. 12 amateurs en amatrices in getal. En aan de buitenzijde Cocktail de Zon, maar ook goed gestart. Dutch Dynamite. En er gaan meer paarden mee. En de binnenzijde gaat paard nummer 1 van de benen. En dat is Dutch Buitenzorg. Dutch Buitenzorg springt weg. En daarachter wordt het dan een beetje dringen. Maar hopelijk dat iedereen elkaar de ruimte gunt om deze springer te ontwijken. En zo verdwijnen de paarden dan in de dichte mist. Uitgeschakeld paard nummer 1. 1 galop. En alles is opgelost. Jimmy Snyder en Dutch Buitenzorg die konden mooi naar de buitenkant en zijn uit het veld weg. Paarden komen zo dadelijk in de rechte lijn voor de tribune. Daarmee verliezen we wel een van de kanspaarden op papier. En ik heb werkelijk geen idee hoe het ligt op dit moment. Maar er komt nu wel wat verandering in, want Arvid Boko is het paard aan kop. Tweede plaats Dutch Dynamite en daarachter dan Cocktail Olderson. Vierde plaats voor Kozaidu. Dat is het Leiland kwartet met nog 2 volledige rondes te gaan. Daarachter ook een superstart voor Annaba Blue en Roy Volkers. Die wordt gevolgd door Benjamin Mirage. En achter Benjamin Mirage gaat Celtic Boko makkelijk mee. En aan de buitenzijde meldt zich zo langzamerhand Dinant Confital, paard nummer 12. Die gaat in het tweede spoor naar voren. 1 puntje is al genoeg om de leiding over te nemen van Kazari in de stand om Alkmaars paradepaard. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn naar de overkant van de baan. Waarbij het nog altijd niet makkelijk is om te bepalen hoe de stand van zaken is. Maar normaal gesproken zal Arvid Boko met Theo de Vente daar nog wel eventjes liggen. Komt zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks dus nog een ronde te gaan. En Arvid Boko die heeft een tamelijk gezonde voorsprong opgebouwd. Tweede plaats erachter voor Dutch Dynamite. Daarachter komt de reactie. 3 dik Dinant Confital nog altijd aan de opmars. En die is dan in het gezelschap van die andere topper hier op Alkmaar. En dat is Benjamin Mirage. Japie gaat zich laten brengen. Wellicht door die Dinant Confital. Hoewel Dinant nu toch al naar het tweede spoor is. Daar waar paard nummer 9 Benjamin Mirage nog altijd het derde spoor zal moeten nemen. We gaan naar de overkant van de baan en daar komt Wim Brouwer. En die gaat de leiding nu overnemen van Arvid Boko. Dinant Confital gaat als een groot vorst hier aan de leiding. En die heeft wat voorsprong genomen op het veld. Maar laten we niet vergeten dat hij een loodzware koers kreeg. En de concurrentie die heeft het kruid wellicht nog droog. Misschien Benjamin Mirage die daar zo dadelijk afgeschoten gaat worden vanuit middenveld. Maar we gaan het zien en beleven als de paarden zo dadelijk weer in de laatste rechte lijn komen. Maar het leek erop dat Dinant Confital toch wel een hele gezonde voorsprong op had gebouwd. Maar daar komt inderdaad aan de buitenzijde een reactie. Want helemaal aan de buitenzijde meldt zich daar Hiltje Chalsma met paard nummer 6 en dat is Celtic Boko. Celtic Boko in de achtervolging op Dinant Confital, maar Dinant Confital laat zich nooit meer kloppen. Spangenhoeven, dat is mooi, zeg even achter elkaar. Naar de derde plaats sprint het nummer 5 van Cocktail Olderson. Close voor plaats 4. De aankomstrechter heeft daar het laatste woord. De uitslag, dames en heren, van de zevende koers is officieel gewonnen door paard nummer 12. Dinant Confital, Wim Brouwer, die wint er 1-20-2. Tweede werd de 6 Celtic Boko. Derde geplaatst nummer 5 Cocktail Olderson. Vierde de 4. En de 4 luistert naar de naam Dutch Dynamite. En vijfde geplaatst paard nummer 11 Annaba Blue. 12, 6, 5, 4, 11. Dat is officieel. En deze staat niet stil. Dan gaan we dat ook niet willen. Wim Brouwer, maak je ereronde. Proficiat, wat een winnaar. Alles kon vandaag met Dinant Confital. Alles buitenom. En uiteindelijk ver weg de sterkste.